Duitse troepen hebben op verschillende plaatsen de Maas en Den IJssel overschreden. Onze grensgroepen zijn gedeeltelijk volkomen ongeschokt teruggenomen. In de Nederlandse provinciën hebben de Duitse troepen plaatselijk de kust van het IJsselmeer en van de Waddenzee bereikt. Onze grenstroepen in dit deel des lands zijn met geringe verliezen verder teruggetrokken en binnen onze stellingen aangekomen. In de avond hebben de Duitsers na een inleidende artilleriebeschieting gedurende een uur een aanval gedaan op de afsluitdijk. In een kleine sector van de Grebbelinie heeft de vijand terrein gewonnen dat door ons gedeeltelijk werd heroverd, toch bij hernieuwde Duitse aanvallen niet behouden is. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.